Beste mensen, welkom bij het Politieke Vlog. Vandaag geen buitenvlog, want het is slecht weer en ik moet studeren. Want ik wilde het even met jullie hebben over de jaarrekening van 2019. Het financiële verslag en ook het beleidsverslag over het afgelopen jaar. Dat is verschenen en het is meer dan 200 pagina's. En aanstaande maandag hebben wij daar als gemeenteraad in de auditcommissie, de financiële commissie van de gemeenteraad, een gesprek over met de accountant van de gemeente. Baker Tilly is de accountant, die hebben nu ook een verslag opgeleverd over hun bevindingen. En die controleren elk jaar of het jaarverslag klopt en of de uitgaven van de gemeente, zo'n 160 miljoen per jaar, of die doelmatig en rechtmatig zijn gepleegd. Nou, daar hebben elk jaar de raadsleden behoorlijk wat vragen over. En terecht, want het is een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad, is om te controleren of de gelden aan de juiste dingen zijn besteed. Ik ben zelf voorzitter van de auditcommissie en aanstaande maandag is dan de gelegenheid, hè, want formeel is de gemeenteraad ook opdrachtgever aan de accountant. En twee accountants van Baker Tilly zullen aanschuiven en kunnen bevraagd worden door de leden van de gemeenteraad. En het is best wel een spannend jaar, want zo'n jaarrekening dat gaat aan de ene kant over inkomsten en uitgaven. En dat is vaak, als je het over 160 miljoen hebt, dan is er wel eens iets meer en iets minder, maar dat komt redelijk in lijn uit. Dat is niet het meest spannende. Je ziet dat het meest spannende is nu een soort ophef over gestegen kosten van de pensioenen van wethouders. Wat negatief uitvalt in de jaarrekening. Maar dat is nou typisch zo'n voorbeeld waar wij als gemeenteraad eigenlijk helemaal geen invloed op hebben. Want het zijn landelijke normen, het zijn landelijke regels. Je bent verplicht om dat toe te passen. Dus eigenlijk kunnen wij daar als gemeenteraad niet zoveel over zeggen. En zo zijn er meer onderdelen in de gemeentebegroting die gewoon wettelijke verplichtingen met zich meebrengen en die je gewoon uit moet voeren. Dus de uitkeringen moeten wij verstrekken als gemeente. We hebben ook geen invloed op de hoogte daarvan. Dat zijn wettelijke regels. En voor een deel voert de gemeente dat gewoon uit. Interessanter is het gesprek maandag en ook in de jaarrekening over je risico's. Als gemeente heb je reserves, maar je moet ook reserveringen doen voor toekomstige risico's of voor toekomstige uitgaven. En Zeist heeft best wel veel reserves, rond de 140 miljoen. En een flink deel daarvan, rond de 90 miljoen, ligt al vast in komende verplichtingen. Bijvoorbeeld als je weet van over 5 jaar moet ergens een grote riool worden vervangen. Dan neem je daar nu vast een reservering voor op, dat je weet dat je dat bedrag over 5 jaar ook hebt. Zo wordt de gemeente bestuurd, zeg maar. Nou, wat je nu ziet in de jaarrekening, mijn eerste indruk, is dat zeg maar, het aantal risico's is toegenomen. Dus het aantal risico's, er worden meer dan 200 risico's onderscheiden van mogelijke tegenvallers in de toekomst. En het is niet zeker dat die zullen optreden. En het is eigenlijk wel zeker dat die niet alle 230 gelijktijdig zullen optreden, maar je moet er wel rekening mee houden. En die risico's die tellen op tot zo'n, ik spiek zo af en toe even hoor, 35 miljoen euro. En vorig jaar was dat nog 27 miljoen euro. Dus het risicoprofiel is met 8 miljoen euro gestegen. En om dat af te dekken moet je als gemeente een soort weerstandsvermogen reserveren. Ja, en het weerstandsvermogen is eigenlijk een berekening van aan de ene kant per risico hoe groot is de kans dat dat risico voordoet. En dan vermenigvuldigd, nou wat kost het dan als het zich voordoet. Hè? Dus als iets een miljoen kost, maar de kans dat het gebeurt is maar een kwart. Dan neem je een kwart miljoen euro op in je weerstandsvermogen. En als je dat over al die 200 risico's doet, dan krijg je een totaalbedrag. En wat je nu ziet, is dat wij ongeveer 11 miljoen nodig hebben aan weerstandsvermogen om die onderscheiden risico's op te vangen. En het weerstandsvermogen is maar rond de 7 à 8 miljoen. Dus daar zit een tekort op. Dus de ratio, als je het op elkaar deelt, dan krijg je een getal, dat hoort eigenlijk boven de 1 te zijn, maar dat zit nu op 0,63. En ik ben al meer dan 10 jaar raadslid, ik heb nog niet meegemaakt dat dat zo laag was. Dus dit is wel iets om het gesprek over te voeren. En mind you, dit is nog de jaarrekening van vorig jaar, hè? Dus dit is nog van voor de coronacrisis. Dus je ziet de coronacrisis staat er wel al in beroemd als risico, hè? Want je moet in je jaarrekening wel ook vooruitkijken. Staat in de jaarrekening opgenomen als 1 miljoen. Inmiddels hebben we het beeld dat het misschien wel 5 miljoen gaat kosten. Hè? Want je hebt niet alleen kosten die we maken om bijvoorbeeld culturele instellingen in de lucht te houden, maar je hebt ook minder opbrengsten. Dat zijn eigenlijk ook kosten, hè? Als geld niet binnenkomt. Minder parkeeropbrengsten, minder bouwaanvragen, allerlei zaken vallen tegen. En dat geld zal moeten worden opgevangen. En dan hebben we natuurlijk wel een groot eigen vermogen, dus dat kan wel een keer. Maar het zet toch de gemeentelijke begroting behoorlijk
op zijn kop. En er zitten veel onzekerheden in de risico's. Bijvoorbeeld het risico dat we een lagere uitkering uit gemeentefonds krijgen. Dat hebben we ook niet zelf in de hand. Kan wel miljoenen schelen. Maar er zitten ook andere risico's in. Risico's over grondexploitatie. Hè. Dus bijvoorbeeld gemeente dingen wil aanleggen. Bruggen, tunnels, wegen, et cetera. En de bouwkosten nemen toe. Of materialen worden duurder. Dan kan je grondexploitatie negatiever uitpakken. Er zitten ook risico's in. Wellicht hebben we achterstallig onderhoud in de parkeergarages. Hè. Er was laatst ook zo'n muurtje afgebrokkeld. Dus dan zie je, daar moeten we misschien meer geld voor reserveren. Dus dat hele pak papier, dat is al dat soort risico's zijn afgepeld. Meer dan 200 zijn te onderscheiden. En opgeteld levert dat dus een groter risicoprofiel op voor de gemeente. En daar gaan we het maandag over hebben met de accountant en de raadsleden in de auditcommissie. En later in juni komt het dan ook in de raad. Want de jaarrekening moet formeel worden vastgesteld voor 1 juli. En dan is er natuurlijk ook weer een onderlegger voor de begroting waar we in het najaar over gaan praten. Nou, dat is een beetje hoe de financiën werken. Dus ik ga verder met studeren en ik hou jullie op de hoogte. Tot zover de vlog.